Wat zeg. Goed, het is inmiddels 7:15 geworden. En dat betekent dat het hoog tijd is voor de live muziek. En in de studio een dame die al een hele carrière heeft. En als je naar haar kijkt, dan kan je dat niet geloven. Dat hij gewoon al zoveel muziek gemaakt heeft. Ik ga het niet allemaal noemen. Maar in de studio is een van de makkelijkst zingende zangeressen, vind ik het altijd. Tenminste, zo ziet het eruit. En natuurlijk werkt ze er hard voor. Janne Schra is er. Janne, wat fijn dat je er bent. Dankjewel, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ja, nou gelukkig, dat moest je, hadden we afgesproken. Hey, hoe is het? Ja, heel goed. Ja? Ja, we hebben net een tour gedaan eigenlijk. Ja? Dus dit is een beetje de mosterd. Ja. Maar ja, het was heel erg tof. Hele fijne band en ook eindelijk eens een keer met backing vocals. En de plaats is heel goed ontvangen, dus ja, ik ben heel blij. The heart is asymmetrical. Asymmetrisch, ja. Asymmetrical. Wat bedoelde je daarmee, met die titel? Ik had hem op een gegeven moment bedacht. En toen dacht ik, wauw, te gek, alles valt bij in elkaar. En uiteindelijk dacht ik ineens, oh, ik weet helemaal niet meer wat ik ermee bedoelde. Maar het komt erop neer dat de mens in het algemeen een beetje te veel bezig is met perfecte plaatjes nastreven. En dat hartje wat je leert tekenen, zeg maar, als je kind bent. Mm-hmm. Dat doe je zo symmetrisch mogelijk. Ja, ja, precies. Maar uiteindelijk is de verwijzing naar dat ding in je lichaam wat er niet uitziet. Dus als we nou leren om dat wat er niet uitziet lief te hebben en te omarmen, dan gaan we beter met ons. Wat een mooie gedachte en wat een mooie kreet wordt. The heart is asymmetrical dan, zeg. Goed verzonnen. En het is ook een fijne titel. Je hebt inderdaad een koortje bij je. De Janettes zijn dat dan, hè? Zoiets als, ja, ik bedoel, je hebt de iCats en weet ik het wat allemaal. Maar je noemde dat speciaal daarnet bij. Is dat belangrijk voor je? Vind je dat fijn? Nou, tijdens het productieproces was er heel veel backing vocals. Ik heb alles thuis zitten inzingen en een laagje voor laagje voor laagje. En uiteindelijk, wow, waren er echt wel backings nodig voor de live show. Ja, om dus, de kracht van de liedjes. Maar dit is uiteindelijk weer een hele akoestische versie van de nummers. Even nog over dat opnameproces, want ik las, je hebt in Amsterdam-Noord opgenomen, waar jij volgens mij ook woont, maar ook in Londen in de Konk Studios. Ja. Dat is een vrij bekende studio's, want die is verbonden aan de Kings. Ja. Hoe kwam je daar zo verzeild? Dat was eigenlijk een idee van de drummer die we heel graag wilden opnemen. Nathan Allen. Hij heeft ook met Amy Winehouse gespeeld. Ja, wie wil die is heel niet? Heel erg chill. Dat is een beetje toeval. Maar de grap was ook wel dat we I Go To Sleep hebben opgenomen. Dus, en dat is dan weer van Ray Davies. Ja, ja, precies. Die heeft dat geschreven. We kennen het van de Pretenders. Doet je dat wat als je in zo'n ruimte bent? Of was je daar zelf niet? Zijn er alleen tracks opgenomen? Nee, er zijn alleen lagen opgenomen inderdaad. Ja. Maar het is, je voelt wel echt een soort van hele... Ja, het is vooral veel oude rommel ook, hoor. Maar, en heel veel foto's van, oh ja, zo was het. Maar ja, het ademt heel veel historie uit natuurlijk. Ja. Nou, het is ook fijn om met je muziek... Ik bedoel, niks komt uit de lucht vallen om je onderdeel van een rijke traditie te voelen, volgens mij. Tenminste, dat lijkt mij weer mooi daarvan. Ja, nee, dat is te gek. Ja, even kijken. Je hebt een koor, dat hebben we net al genoemd. Noah en Iris, die staan in uniform, zou ik bijna zeggen. Maar prachtig gelijk gekleed achter je. Zet vooral ook Visual Radio aan. Je hebt, even kijken, op toetsen heb je Jelte en Laurens op gitaar. Dat is een belangrijke man voor jou, volgens mij. Die schrijft ook mee met jou, hè? Ik heb heel veel belangrijke mannen, maar Laurens, die gaat heel lang mee ook. En, ik wou helemaal geen... Maar Laurens en ik doen ook in het najaar een aantal kleinere optredens met z'n tweeën. Mm-hmm. Maar Jeltje, jij bent ook heel belangrijk voor mij. Hè? Dankjewel. Oh, gelukkig. Nee, dat hebben we. Oké, weet je, laten we gewoon lekker naar jou gaan luisteren. Het eerste nummer, tenminste volgens mijn lijstje. En waarom zou dat niet kloppen? Wat je live gaat doen is High Five. Dames en heren. Daar gaan we al. Shit, dat hebben we helemaal vergeten om door te geven. Nee, het nummer heet Sagittarius. Sagittarius. Ga je straks High Five doen of niet? Want dan kan ik dat nu vast voorbereiden. Nee, helemaal niet. Ik zeg niks. Dames en heren, hier is Janne Schra live. Typisch, ja. Dit is heel typisch. Whoa.
explore what you're hunting for. Oh, Sagittarius, leave me alone and I'll hold on. Stand in my way and I'm gone. Fire isn't my weakness. If you like the heat, I guess we need to stand up straight, trust our backbones. When you're holding me so damn tight, I just wanna roam. I need to understand the spark. How to get it back. Hang in their heart, yearning for change. I'm burning my bow and arrow. I'll light up the room again and again. I'm getting the hang of it. Fire isn't my weakness. If you like the heat, I guess we need to stand up straight, trust our backbones. When you're holding me so damn tight, I just wanna roam. I need to understand the spark in your eyes. I need to understand how to get it. Sagittarius was dat. Het eerste nummer van Janne Schra en haar band live. En ik kom er heel even tussen, omdat, Laurens even een andere gitaar moet pakken. En anders is het, dan start de noodband. En voor je het weet zit je ineens in Coldplay dan op de zender. Dus dat lijkt me gewoon jammer. Volgens mij ligt de nieuwe gitaar op de schoot. Duimpje omhoog, duimpje omhoog. Janne, welk nummer ga je nu doen? Hatsie Flats, Five Years. Five Years. Ja. Nog één keer, Janne Schra live. All this time, I still think of.
you. So cut me loose, I'd rather hit the ground. I still want you. Oh, it's time you know the truth. Oh, I am done playing it cool. Oh, it's been. Asymmetrical, the heart is asymmetrical. Stop drawing perfect ones. Thunder, give me lightning. 'Cause these gray skies have been hanging here too long. Nooit meer een perfect hartje tekenen, Jan. Wat mooi. The Heart is Asymmetrical. Het nummer heet 5 Years en daarvoor hoorde je Sagittarius. Jannes Graaf was dat met Laurens, Jelden, Noah en Iris. Dank je wel. Dank je wel. En wat zei je nou? Je gaat dit najaar ga je kleine showtjes doen? Ja, we gaan de komende tijd gaan we heel veel dingen, nieuwe dingen maken. Gewoon hele zachte, kleine, lieve, breekbare dingen. En dan ook vaak in kerken eigenlijk, en waar het goed tot zijn recht komt. Hou ons op de hoogte, dan kunnen wij dat weer doortoeteren. Ja, stalk mij, je weet me te vinden. Fijn dat je er was, Janne. Dank je wel. Mooi was dat, zeg. Janne is graag. Betoverend mooi, zegt Herman. Patricia. Mooi, maar wie is daar nu live aan het zingen in de studio? Nou, dat was Janne Schra. Esme, groot fan van Janne. Goed, dat was de live muziek voor vandaag. En het was prachtig, Janne Schra. Hier is Nick Kershaw.